Yo kijkers van Biedermovie en welkom bij deze nieuwe video. En voordat we echt gaan beginnen met de review van het boek waar ik vandaag over wil gaan hebben, wou ik nog eventjes beginnen met een ander boek. Het boek heb ik zelf uitgeleend, maar het is Sabine Dardenne's boek Ik was 12 en ik fietste naar school. Een redelijk intrigerend getuigenis van een slachtoffer die werd ontvoerd en die maandenlang werd opgesloten in een kelder en intussen ook werd misbruikt. Het kan heel erg triggeren, maar ik vind het wel een heel erg integer en intrigerend boek. Heel mooi geschreven. En het laat niet alleen zien hoe dat zij het beleefd heeft van de kelder, van de ontvoering, van misbruik en alles. Maar ook de stappen daarna, zoals de rechtszaak, de pers die erbij kon kijken en haar therapie. Mocht je nou meer willen horen van dat boek, ik kan hem sowieso aanraden. Dus moet wel opletten als dat je hem gaat lezen. Het kan triggeren. Maar voor de rest, ik kan hem zeker aanraden. En mocht je daar dus meer van willen horen, laat dan zeker weten. Het link van het boek Ik was 12 en ik fiets naar school staat uiteraard in de beschrijving. En ik ga het nou hebben over Dicht bij huis van Eva Bitsenich en Richard Korver. Hoe stel je een kind na seksueel misbruik? Wat achtergrondinformatie. Het boek is nog niet heel erg lang uit eigenlijk. Volgens mij ergens pas sinds dit jaar of pas. Ja, 2020. En in dit boek gaan Eva Bitsenich en Richard Korver. Eva Bitsenich is een klinisch psycholoog, Richard Korver, is een advocaat. Die komt in principe rond de tafel te zitten waarin dat zij ook zaten. En je hoort ze een beetje discussie met elkaar voeren, praktijkvoorbeelden uitleggen van hoe dat zij tegen bepaalde dingen aankijken, wat dat zij hebben meegemaakt in hun praktijken. En hoe dat zij dus tegen dingen aankijken op hun verschillende gebieden, wat dat je uiteindelijk ook wel weer achterkomt, wat dat echt daadwerkelijk het verschil is tussen een advocaat en een psycholoog. Ja, en hoe kan ik hem beter uitleggen door middel van gewoon een aantal citaten. Ik ga natuurlijk niet het hele boek citeren, dat zou een beetje raar zijn. Maar ik kan wel een aantal dingen opnoemen die voor mij belangrijk waren, maar dat ik mezelf in herkende of die ik zelf heb meegemaakt. In het boek belichten ze trouwens verschillende kanten van zowel de dader, slachtoffers, familie, als dus de advocaat, psycholoog, rechtszaak, therapieën die je kunt volgen. En eigenlijk gaan ze op heel veel aspecten gaan ze in. En ze beginnen dus ook over de plegers. En een van de belangrijkste dingen daaruit is hoe lastig ook te geloven voor anderen, ook voor sommige plegers is het vaak onbegrijpelijk dat zij dit hebben kunnen doen. En dat is letterlijk de titel geweest van het ED-artikel over mijn rechtszaak. En daarin staat het inderdaad ook in, onbegrijp niet hoe hij neefjes heeft kunnen misbruiken. En dat is letterlijk hoe dat het er staat. En ook, ja, dat heeft hij inderdaad ook echt meerdere malen zo uitgelegd. Tijdens de rechtszaak, tijdens ons eigen gesprek heeft hij ook meerdere malen gezegd dat hij het gewoon echt niet begrijpt hoe dat hij dat heeft gedaan, heeft kunnen doen. In die zin zijn er sterk parallellen met slachtoffers die ook allerlei trucs inzetten om toch door te kunnen gaan zonder dat iemand iets merkt. En dat klopt inderdaad ook. En omdat heel veel kanten worden belicht van misbruik, belichten ze natuurlijk ook de jongens- en mannenkant van het verhaal. En ook hoe dat zich kan ontwikkelen in hun psyche. Zoals bijvoorbeeld jongens en mannen worden minder vaak misbruikt dan meisjes, maar er zijn aanwijzingen dat ze meer risico hebben op PTSS dan meisjes en vrouwen. Dat heeft ermee te maken dat er vaak meer pijn wordt ervaren en jongens lopen ook veel meer tegen het rigide beeld van mannelijkheid aan. Jongens huilen niet en seks is leuk en jongens zijn stoer. Hoewel dat laatste niet bij mij van toepassing is, heb ik het wel vaker gehoord en dat sluit ook een beetje aan op het hele lucky boy fenomeen. Wat dat in principe wil zeggen dat jongens niet zo moeten zeuren en dat ze juist blij moeten zijn met dat iemand seks met ze wil. En dat klinkt heel absurd, maar het bestaat wel. Een van de varianten van therapie is dat er een mogelijk scenario wordt uitgelicht, wordt besproken. Dat hoeft dus niet per se zo te gaan of te zijn geweest, maar dat is dan puur imaginair. En daarover zeggen ze dan dit. Geregeld zie ik verschillen tussen vaders en moeders. Vaders pakken een wapen en schieten degene die een kind heeft misbruikt dood. Paf. Na 2 minuten is de film afgelopen. Moeders martelen urenlang. De dader sterft een langzame dood en iedereen moet het zien. Nu is dat laatste niet helemaal bij mij, maar in totaliteit kan ik dan wel zeggen dat ik meer een moeders
moederlijk figuur ben daarin. Dat is ook best wel naar voren gekomen bij Psytrek en alles. Daar hebben ze ook vaak gezegd van wat zou je nou doen als dat je alles mocht doen met de dader. En ik zei eigenlijk in principe gewoon van, ik zou hem gewoon in een hok stoppen, gewoon in een kamer stoppen. Helemaal niemand verder, gewoon deur op slot, sleutel weggooien en laten maar lekker daar zitten. En dat is in principe gewoon waarschijnlijk gewoon veel erger dan dat je inderdaad iemand zo paf doodschiet. Laat hem maar lekker langzaam, eenzaam doodgaan. En dat is inderdaad wel wat dat moeders vaak zeggen. En dus het lijkt wel meer een moederfiguur, denk ik. Ik hoef hem niet te trappen of met een of ander middel over me heen te gooien of zo. Nee, laat hem maar lekker alleen zitten daar in de kamer. Sleutel erop, deur dicht, deur op slot en weggaan. Ze gaan ook nog eventjes in hoe dat psychologen, advocaten en de hele rechtsgang in principe beter met elkaar kunnen samenwerken. En Richard die zegt dan, wat erg, en dan ben je al in geestelijke nood. Een mooi voorbeeld van hoe advocaten en hulpverleners beter zouden kunnen samenwerken in het belang van de patiënt is de psychologische rapportage die ik nodig heb om een schadeclaim voor de cliënt te kunnen onderbouwen. En dat is ook precies iets wat dat mijn psycholoog destijds voor mij had gedaan. Die had gewoon de wet eigenlijk opgevraagd door mijn advocaat. Of dat diegene dat kon opschrijven van hoe dat zij er tegenaan keek van wat dat ik nu last van had. Waar dat ik toen dus last van had toen. En hoe dat zich eventueel zou kunnen vormen. In het meest logische geval bij mij dan in ieder geval. Toen hadden we nog niet dusdanig iets van PTGS6 en alles vastgesteld. Had ik toen ook nog geen last van. Maar zo zie je wel van zo'n rapportage kan dus wel daadwerkelijk invloed hebben op sowieso iemands veroordeling waarschijnlijk. Maar ook op de schadeclaims en eigenlijk wat voor geld dat je kunt krijgen en dat soort dingen eigenlijk. En dat is wel heel erg mooi dat ze dat inderdaad ook belichten. En dat is bij mij dus ook naar voren gekomen. Het volgende citaat gaat eigenlijk over hoe dat je ook gewoon iemand wat kan opbeuren en complimentjes het beste kan geven. Als dat diegene naar een psycholoog gaat. Nou, er komt dus een jongen die komt dus naar de praktijk van Iva. Die hebben dan een klein gesprek met hoeveel schuld dat ze zichzelf geven en hoeveel schuld dat ze de dader geven. De jongen die geeft zichzelf 40% en hem de dader 60%. Nou, daar moest ze dus nog aan werken. Maar niet voordat ik mijn complimenten aan Frank had geuit. Dat zegt dus Iva Bicenic. Voor zijn moed, want slechts een klein deel van de misbruikte jongens en mannen zoeken professionele hulp. En ik denk dat dat altijd wel heel erg goed is om te doen. Ik krijg zelf ook redelijk veel complimentjes op mijn video's. En eigenlijk ook, dat helpt enorm. Niet alleen voor mezelf natuurlijk, want het is altijd goed om dat soort dingen te horen. Van, hey, het is goed dat je mee naar buiten bent gekomen. Ligt sowieso geen schuld op de slachtoffer, dat even duidelijk maken. Maar het is altijd goed om iemand daarin te steunen en dus ook te zeggen van, hey, het is echt heel erg knap dat je naar buiten hebt gebracht, heel erg dapper van je dat je hulp bent gaan zoeken en hebt gevonden. Dat is altijd gewoon heel erg fijn voor iemand, dat geeft een kleine opzeker en eventueel ook nog voor andere mensen natuurlijk om zelf ook naar buiten te treden. Maar het is altijd goed om gewoon een complimentje te geven voor iemand zijn dapperheid, zijn moed om het toch maar te bespreken, toch maar hulp te gaan zoeken. Zodat diegene gewoon een beter leven kon krijgen. En als dat je dan denkt van, ik wil iemand daar een complimentje voor geven, doe het gewoon. Geef hem gewoon een complimentje, want dat is het zeker waard. Er is ook nog een heel hoofdstuk gewijd aan eigenlijk de ontwikkeling van kinderen. Van baby's, kleuters, schoolkinderen tot aan puberaan toe. Over hun seksuele ontwikkeling. Hoe dat je dingen wel of niet moet aanpakken daarin. Omdat het voor heel veel ouders ook best wel eng is. Als dat ze bijvoorbeeld hunzelf aanraken of wat dan ook. Of tegen een bank aanschuren. Terwijl dat gewoon in principe heel speels is. Maar voor ouders kan dat heel erg schrikkend en schrikbarend zijn. Dat een kind bepaalde dingen wel of niet doet. Dat je daarin wel grenzen mag aangeven van, hey, dit kun je beter zo of zo doen. Of juist niet openbaar doen of wat dan ook. Terwijl dat het kind zichzelf dus aan het ontdekken is. Maar als dat je dat te streng doet, dat het kind dan denkt van, oh, dit is dus fout, dit is vies, dit moet ik dus nooit meer doen. Daarin proberen ze eigenlijk een beetje info te geven, zodat je kind wel kan sturen in bepaalde dingen. En wat dat in principe gezond is en wat dat in principe niet, gewoon wat dat je wel of niet moet doen.
als dat een kind bij zichzelf aanraakt of ergens tegenaan stuurt of wat dan ook. Ze gaan ook nog in op het misbruik heel dicht bij huis en dat het dus ook binnen gezin en familie heel erg veel afspeelt en hoe dat dan, ja, hoe dat die loyaliteiten kan zijn en hoe dat bepaald, via bepaalde bewoordingen het kind kan, jaren kan blijven zwijgen. Nou, maar dit vaak voelt het kind zich medeschuldig aan het misbruik door irreële gedachten over het eigen aandeel of door uitspraken van de pleger. Dit is ons geheim, wij hebben iets speciaals, dit is een spelletje van ons samen. Ja, vertel mij iets nieuws, zeg maar. Dat zijn letterlijk uitspraken die ik echt gewoon, ja, best wel vaak heb gehoord bij mijzelf. Soms wordt een kind door de pleger geïsoleerd van de andere familieleden. Je hebt alleen mij nodig, ik ben de enige die echt van je houdt. En in andere gevallen worden verbale trucs ingezet om het misbruik goed te praten, zo staat het in de Bijbel. Het is voor je eigen bestwil of het is een uiting van onze liefde. Die uiting van onze liefde klopt inderdaad wel. Eigenlijk zijn het heel veel voorkomende dingen, maar daardoor blijft het kind inderdaad wel zwijgen en zal het zichzelf ermee belasten van dat het hun eigen schuld is. Inderdaad, van het is ons geheim, wij hebben iets speciaals, het is van ons samen, dat soort dingen. Ja, dat heb ik inderdaad ook al een aantal keer gehoord. En ze hebben ook nog een deel over iets positiefs bij de dader. En in principe vatten deze twee pagina's vrijwel al mijn misbruikdingetjes allemaal wel samen. Bij ons ging het eigenlijk altijd wel gewoon heel erg vriendelijk en goed ermee om. En er kwam, zeg maar, niet... Ik weet niet in elkaar geslagen of dat soort dingen. En dat maakt het dan nog wel complexer. En zeker als je dan een bepaalde relatie met de dader hebt, dan maakt dat echt heel erg complex. En ook gewoon dat je, dat je bepaalde dingen van die tijd mist. Terwijl dat dus destijds ook werd gebruikt om het maar door te laten gaan. Maar dat je het wel kan missen en dat het een fijne reactie heeft gegeven. Maar dat ja, tegengesteld is en dat alles heel erg complex maakt. Veel mensen denken bij seksueel misbruik dat het alleen maar gewelddadig is met dreigen en pijn. Dat komt zeker ook voor, maar wat misbruik binnen de familie zo complex maakt, is dat in de relatie met de dader waarschijnlijk vaak iets positiefs zit. Het kind wordt afhankelijk gemaakt van de dader doordat het bijvoorbeeld speciale aandacht krijgt, yep, of leuke dingen mee onderneemt. Ook waar. Sommige plegers creëren bewust zo'n afhankelijkheidsrelatie waardoor de gevoelens van loyaliteit bij kinderen zo sterk worden dat ze het niet vertellen, geen aangifte doen en de dader beschermen. Dat kan heel ver gaan en lang duren. Ja, waarom dat het bij ons zo lang heeft geduurd, denk ik ook wel. De loyaliteit, dat het geen fysieke pijn heeft veroorzaakt en dat soort dingen in principe, ja, in de basis, zeg maar. En dat het, ja, gewoon liefelijk was, zeg maar. En hoe dat ze dat dan bespreken bij, zeg maar, rond de tafel. Richard zegt, bij misbruik binnen de familie wordt liefde regelmatig op één lijn gezet met seks. En Iva reageert erop, ja, zo heb ik een meisje met een verstandelijke beperking in behandeling die door haar stiefvader is misbruikt. Hij zit vast. Zij mist niet alleen hem, maar ook de seksuele handelingen met hem, want dat was voor haar ook een vorm van aandacht. En zo zie je hoe complex dat het in principe zou kunnen zijn. Ja, dat gebeurde ook bij ons, gewoon de loyaliteit en dat je eigenlijk gewoon een hele speciale aandacht krijgt die eigenlijk gewoon, ja, in principe gewoon fake is. Want daardoor kan het misbruik ook blijven voortduren. En als dat speciale gevoel weg is doordat diegene bijvoorbeeld vast komt te zitten of dat die überhaupt dat het naar buiten komt, dan... kan daar gewoon een hele leegte bij ontstaan, wat dat bij mij ook het geval was. En dat is in principe een vorm van rouwen, dat je gewoon van de tijd afscheid moet nemen, van een persoon afscheid moet nemen, die jou gewoon een bepaalde aandacht gaf, waardoor dat jou gewoon, ja, een beetje gevuld is ofzo. En dat je daarna gewoon helemaal leeg voelt, omdat die persoon niet meer in je leven is. En dat klinkt misschien heel erg raar voor heel veel mensen, maar dat is inderdaad wel gewoon die, ja, dat speciale gevoel dat het eens weg is, daar moet je ook om kunnen rouwen. Aangezien dat het vaak bij misbruik niet alleen gaat om, om de seks en om de relatie die je hebt met de dader, maar ook om eigenlijk al het andere, hoef je niet te schamen voor het feit dat je bijvoorbeeld bepaalde
tijden of bepaalde activiteiten met diegene of rondom diegene ook echt daadwerkelijk gaat missen. Je mag altijd gewoon dingen missen, zoals bijvoorbeeld dat je gewoon met diegene lekker op vakantie ging of wat dan ook. Ook al staat daar iets tegenover wat dat je dan minder vond. Je mag gewoon, de ambivalente gevoelens dus, je mag gewoon dingen missen aan de tijd met de dader en ook gewoon rondom de dader. Dat je bepaalde tijd of activiteiten van die tijd mist, wil natuurlijk niet zeggen dat je terug wil gaan naar die tijd. Dat absoluut niet. En een van de laatste hoofdstukken ging over hashtag MeToo. Hoe dat het begonnen is met onder andere Harvey Weinstein. En hoe dat het eigenlijk zichzelf heeft gevormd tot een hele opmars van mensen die zich die misbruikt zijn. In alle facetten van de wereld, in alle facetten van de samenleving. En hoe dat ze dat dan nu allemaal erop terugkijken. En hoe dat ze dit nu willen gaan vormen. En hoe dat Iva en Richard er eigenlijk naar kijken. Vanuit zowel hun perspectief als vanuit heel veel andere perspectieven. Zoals het opkomen van de jongens die misbruikt zijn. Dat het niet alleen maar onder vrouwen voorkomt. En ook niet dat alleen mannen daden kunnen zijn. Maar ook vrouwen die kunnen daden zijn. En eigenlijk hoe dat je het meer kunt voorkomen dan kunt dat de rest erbij komt kijken. En een van de belangrijkste dingen daarbij is dat je niet moet wegkijken voor misbruik en dat nog wel heel veel wordt gedaan, omdat het gewoon een hele ongemakkelijke realiteit is, dat het nog steeds voorkomt, dat het nog steeds bezig is, dat het een van de grootste problemen is in deze wereld, in onze landen, zeg maar. En dat je meer voorlichting zou moeten krijgen en dat er ook betere regelgeving is, zoals bijvoorbeeld dat er meer dan één persoon bij een kind in de kamer komt als dat bij een sportvereniging zitten, zodat het sowieso betere toezicht komt. Waarschijnlijk zul je niet alles 100% kunnen uitsluiten, maar als dat je niet voor 100% kunt gaan, ga je voor 99%. En hoe dat je daar het beste mee kunt doen met alle regelgeving, hoe dat wij er tegenaan kijken, hoe dat het in de media wordt gebracht en eigenlijk alles daaromheen. En natuurlijk ook weg met de stereotypen van de man in de bosjes die meisjes of vrouwen verkracht, misbruikt en alles wat er nog bij komt kijken. Dat er heel veel meer gebeurt dan alleen dat. Mannen die zelf slachtoffer worden, vrouwen die dader zijn. Noem maar op, alles kan voorkomen en het zit niet alleen in dat stukje. En natuurlijk ook dat we af moeten van het hele veroordelen van de slachtoffers. Of dat je nou vrouw of man bent of daartussenin, dat maakt niet uit. Het komt heel zelden voor dat er valse aangifte wordt gedaan. En in de rest van de gevallen moet je gewoon eruit vanuit gaan dat het slachtoffer de waarheid spreekt. Maar dat je daarvan uit moet gaan wil niet per se zeggen dat je een heksjacht moet houden op de dader. Focus je op het slachtoffer en hoe dat diegene zich voelt. Zorg ervoor dat slachtoffer krijgt wat dat diegene nodig heeft. En dan nog wel een geinig ding eigenlijk is bij het nawoord. En bij het nawoord gaan ze nogmaals rond de tafel zitten natuurlijk. Daar zaten ze al waarschijnlijk. En daarin zie je eigenlijk wel het grootste verschil tussen een advocaat en een psycholoog. Een advocaat die komt er voor de rechtszaak of de aanleiding naar een rechtszaak eventueel. En een psycholoog die komt puur voor het slachtoffer. Bij een rechtszaak heb je bewijs nodig. En moet je echt gewoon de waarheid spreken. En moet je gewoon zorgen dat alles zo goed mogelijk naar voren komt. Een psycholoog kijkt niet naar wat dat de bewezen feiten zijn. Maar wat dat met dat diegene doet zonder dat er een veroordeling hoeft plaats te vinden. En bij een rechtszaak draait het natuurlijk wel daarom dat het gewoon wettelijk en overtuigend bewezen kan worden of dat iemand wel of niet iets is overkomen. Maar daar gaat een psycholoog niet over. Die gaat kijken naar wat dat met diegene heeft gedaan en op dat moment nog doet. Heb ik dan ook nog negatieve punten aan dit hele boek? Ja. Ik vind het een beetje apart hoe dat ze bepaalde bewoordingen gebruiken. Heel vaak halen ze het woord ouder of ouders naar voren toe. Zo bij therapievormen, begeleiding, hoe dat je met als ouders mee om kunt gaan. En even later in het boek zeggen ze dat heel veel van het misbruik binnen de familie, binnen het gezin en dus met een van de ouders of
beide ouders voorkomt. En dat vind ik toch best wel apart als dat je dan het hele boek al zegt met een ouder of met je ouders. Terwijl dat je net zo goed kunt zeggen met verzorgers, met voogd, met begeleiding of wat dan ook. En verder vind ik het ook best wel apart dat ze per hoofdstuk nog een heel stuk houden met in het kort. En dan heb je vaak een bladzijde of anderhalf bladzijde met wat dat ze net hebben besproken in het hele boek. Ik vind dat een beetje apart, want ik zou dan zeggen van of zet dat in het begin en zet het daarna uiteen. Want dan heb je in principe al het hele hoofdstuk gelezen en dan gaan ze het ook nog inkorten. Ik vraag me sowieso af of dat je dat inderdaad nodig hebt. Als dat je de titel en de ondertitel zeg maar al interessant genoeg vindt of je denkt van dat staat op mij. Dan ga je het waarschijnlijk al lezen en dan duurt het ook een paar minuten of 10 minuten of zo voordat je dat hoofdstuk in principe uit hebt. Of je zoekt gewoon zoekend naar bepaalde bewoordingen en dan ga je dat stuk lezen. Dus ik vind die samenvattingen vind ik een beetje overbodig. En als had je ze dan gebruikt, zet ze dan in het begin van het hoofdstuk zoiets van dit is wat dat dit hoofdstuk over gaat en nu gaan we het allemaal uiteenzetten. Maar om het positief af te sluiten, ik herken heel veel dingen terug vanuit mijn eigen misbruik verleden en hoe dat ik nu tegen dingen aankijk en hoe dat het allemaal ontwikkeld is in de loop der jaren en hoe dat het zich nu nog ontwikkelt. Door de jaren heen heb ik ook veel van dit soort dingetjes ook allemaal erbij gekregen en bij geleerd met psycho-educatie en dat soort dingetjes allemaal. Dus in dat opzicht herken ik heel veel dingen van wat dat er in het boek wordt gezegd. Ik vind het ook goed dat er heel veel andere kanten worden belicht van misbruik, van verkrachting, dat soort dingen. En dat het, ja, dat mannen niet alleen dader kunnen zijn, dat vrouwen ook dader kunnen zijn, dat mannen ook slachtoffer kunnen zijn. Maar ook verschillende soorten van misbruik, zoals sibling abuse en zo. En eigenlijk dat je gewoon voor alles gewoon open moet staan van wat dat er mogelijk waar zou kunnen zijn. En ook natuurlijk het feit dat de meeste kindermisbruikers geen pedofiel zijn en dat de meeste pedofielen geen kinderen willen misbruiken. Eigenlijk het hele spectrum moet je zo breed mogelijk zien en dat vind ik wel fijn dat ze dat in dit boek ook heel erg uitgebreid hebben beschreven en hoe dat ze dat allemaal vanuit hun eigen praktijk ook weer hebben ervaren en hoe dat bij hun is gegaan. Er staan verder ook nog een aantal goede tips en tricks in, handige tools om mee verder te gaan, ook voor ouders natuurlijk, want daarvoor is het uiteindelijk geschreven. Maar ook als het jij zelf bent misbruikt, vind ik het ook gewoon een goed boek om te kijken hoe dat je er zelf mee aan de slag kunt gaan. Maar ook hoe dat je het zou kunnen uitleggen naar je ouders toe van hey, lees dit gedeelte of lees dat gedeelte, dat zou ik fijn vinden als dat je dat doet. Dus, ik neem aan dat jullie nu inmiddels al weten of dat ik hem zou aanraden. Uiteraard, dicht bij juist van Iva Bicinic en Richard Korver. Hoe steun je een kind naar seksueel misbruik? Linkje ervan staat in de beschrijving en ik raad hem zeer zeker aan. Zowel voor ouders als voor mensen die zelf misbruikt zijn of er meer van willen weten. Eigenlijk, ik zou eigenlijk zeggen gewoon iedereen die, gewoon iedereen ga dit boek kopen, ga hem lezen, verdiep je in het onderwerp, want het is gewoon een heel groot probleem en het is gewoon, ik denk dat bijna iedereen wel iemand kent die ermee te maken heeft gehad of mee te maken zou kunnen krijgen en dan is dit boek gewoon een heel mooi boek om, om gewoon te lezen en informatie mee op te doen. Mocht jij het boek hebben gelezen, laat dan zeker weten hieronder in de reacties achter wat dat jij van het boek vond. Linkje staat uiteraard in de beschrijving en dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Zeg je de mening en dat zou doen.